uiteindelijk een zilveren medaille gaan opleveren. En Bizin Pico die blijft op het brons staan. Julia Lozetsko uit Rusland. Halve draai, salto voorover. 17 jaar is deze jonge dame. Salto voorover. En een losse overslag. Dan achterwaarts acrobatiek. Was zesde op dit onderdeel in Volos bij de finale waarin ze stond. En dan het signaaltje voor de afsprong. Daar komt ze dubbel salto voorover. Ja, en die is heel erg blij. Het is ook een oefening die er niet alleen goed uitzag, maar ook met uitstekend opgebouwde acrobatische elementen. Technisch goed werd uitgevoerd. Waar u op de achtergrond de stand ziet, Izbaza Bizin Pico en Alina Kozic uit de Oekraïne. De afsprong, halve draai en dan die dubbele salto voorover. 6.7 van de...